Hey, leuk dat je er bent. Ja. Hey, fantastisch. Maar hoe is het? Ja, goed. Nou, verloren. Gefeliciteerd hè, met jouw Europese... Dankjewel. Ja. Is het... Oh, Jacques. Voor Champions League, hè? Hey. Ja, Hans, heb je nog een feestje gevierd? Ja, het was wel... na afgelopen zondag was wel een aardig feestje. Het was wel een hele ontlading, moet ik zeggen. Ja, beschrijf dat eens, de ontlading daar in Italië. Nee, ja, het is gewoon als ik denk als een club als Atalanta, dat als je dan de Champions League gaat, derde eindigt achter Juventus en Napoli. Dat is, dat denk ik dat je wel kan indenken wat voor lading dat moet zijn. En dan komt nog bij dat we op 200 of meer dan 200 kilometer van huis speelden. En dat er 20.000 mensen uit Bergamo die kanten waren gekomen. Dus ik denk dat je wel een beetje in kan beelden wat voor lading dat geweest is. Ja, wat was de kracht van jullie dit seizoen? Nou, ik denk dat het. We hebben een flinke tik gehad in de uitschakeling van in de Europa League tegen Kopenhagen. En daardoor hebben we echt, ik denk, vijf, zes wedstrijden dat we op rij dat we niet wonnen. Dat we ook bijna niet scoorden. En alleen we speelden wel goed, maar we scoorden niet. Dat was het probleem. En op een gegeven moment zijn we gaan scoren, hebben we veel doelpunten gemaakt. En zijn we wedstrijden gaan winnen. En ik denk dat wij qua team zijn we een beetje een on-Italiaans team. Wij spelen vol op de aanval, 1-1 op het hele veld bijna. En wij zijn erin in blijven geloven. En als je veel doelpunten maakt, dan ga je wedstrijden winnen. En dat is denk ik wel onze grootste kracht geweest. Welke rol heb jij daarin gespeeld, in het scoren van doelpunten? Nou, ik heb ook aardig wat goals gemaakt dit seizoen. En wij waren met Atalanta waren wij de meest scorende ploeg van de Serie A. En we hebben in alle officiële wedstrijden 103 goals gemaakt, dus dat zegt ook wel wat, denk ik. Ja. Waarin ben jij gegroeid afgelopen seizoen? Nou, ik denk dat gegroeid. Ik ben misschien iets rustiger geworden voor de goal en rondom de goal. En dat is het. Het is gewoon heel erg, heeft zich uitgepakt in de maak van doelpunten en het geven van assist. Waar in mijn eerste jaar ook een goed seizoen heb gehad. Maar in de statistieken, je dat er niet in terugzag. Was het nu gewoon heel erg duidelijk met 6 goals, 6 assists in alle officiële wedstrijden. Ja, dat tikt wel aan en dat doet goed. Ja. Je hebt er ook een meer aanvallende rol dan dat je hier had bij FC Groningen? Ja, absoluut. We spelen altijd met. Ik speel hier eigenlijk op het middenveld, als rechter middenvelder, 3-4-3. En dan speel ik aan de hele rechterkant. Ja, en hier ben je toch wat meer. Speel ik meer als verdediger. En hier ligt ook mijn kracht op de hele rechterkant. Hele rechterkant is mijn plekje. Ja, dan ben je even weer terug bij de wedstrijd van FC Groningen onder 19. Heb je natuurlijk zelf ook ingespeeld. Hoe is dat om dat zo te zien? Nee, ik moet zeggen, ik ben maandag teruggekomen. Gisteren teruggekomen, dinsdag. En toen zag ik dat ze vandaag speelt, dacht ik, dan kan ik wel even langs gaan nu ik er toch ben. Is toch een bekerfinale. En is leuk om te zien. Leuk om te zien. Helaas verloren, maar het is leuk om te zien. Ja, je bent ook weer aangesloten bij Oranje? Ja, vrijdag meld ik me weer om mee te gaan naar Portugal. Dat is ook een leuk vooruitzicht, Nations League. Ja, absoluut. Het is ook een beloning op een goed seizoen natuurlijk. En we hebben dan nog een paar belangrijke wedstrijdjes voor de boeg.